Uit België, Stromae, de Papa OT op Radio 538. Het is de enige echte avondblog. En inmiddels bij ons in de studio, David Gravel. Welkom, David. Hallo, goeie avond. Klinkt hartstikke internationaal, maar je bent gewoon een Nederlandse jongen. Ja, dat klopt. En begin vorig jaar ontdekt door WMW, die nu eigenlijk wereldberoemd zijn. Niet alleen in Nederland, maar echt de hele wereld overreizen met hun muziek. Ja. Hoe ging dat? Hoe heb jij jezelf in de kijker weten te spelen bij die boys? Voor mij was het wel lastig, want ik moest wel iets vinden natuurlijk. Op het moment is het heel moeilijk om jezelf te onderscheiden als muziek, in de muziek. En ik had ook een soort van bepaalde keuze willen maken, dat ik toch al een beetje in de trends wil zijn. Tenminste, die muziek. En toen heb ik eigenlijk mijn eerste plaatje Fire Away gemaakt. En die viel gewoon zo goed in de markt en bij hun ook. Maar heb je hem dan zelf naar ze toe gemaild of hebben zij hem op internet gevonden? Hoe gaat dat dan? Ik had al een tijdje hun een mailadres en daar heb ik ze gewoon gemaild. En ik kreeg gewoon binnen een paar minuten kreeg ik gewoon berichten van dit moeten we hebben. En dat kwam gewoon op die mixcompilatie van hun. Ja, en hoe vetter de track, hoe sneller ze terugmailen. Dus als je binnen een paar minuten reactie hebt, dan weet je dat het goed zit. Maar toen hebben ze jou op hun label getekend. Ja. Maar dat ging een jaar hartstikke lekker. Ja. En als je dan al bij WMW op het label zit, dan kan het natuurlijk nog een stapje beter. En zo werd je op een gegeven moment gevraagd of je alsjeblieft bij Armada wilde komen. Het label van Armin van Buuren. Ja. En daar zit je nu. Ja. Gefeliciteerd. Ja, het is niet normaal. Maar ja, dank je. Ja, maar dat is wel echt, dat was ook voor ons. Wij zagen dat Armin zo ontzettend enthousiast over je was. Sterker nog, ik las dus een stukje op nu.nl. Dat hij letterlijk zegt, Armin van Buuren. Jongens als Hazem Beltagui en David Gravel vind ik zelf helemaal te gek. Misschien niet de meest toegankelijke trends, maar wel heel vernieuwend. Nou, als Armin dat over je zegt, is wel heel erg vet, toch? Ja, het was gewoon super vet, want ik kreeg gewoon op diezelfde dag kreeg ik zoveel berichten van iedereen van wat is dit? En ik had het zelf nog niet eens gelezen en ik kreeg zoveel berichten en voor mij was het ook gewoon echt een verrassing. Super en inmiddels vet. Heb je een aantal tracks al gereleased. Hoe gaat het nu met het draaien in het buitenland en de support aan de andere kant van de wereld? Ja, ik ben net anderhalf week terug uit Australië. En voor mij was dat echt gewoon de vetste shows die ik tot nu toe gedaan heb. En voor mij, er zijn gewoon fans aan de andere kant van de wereld. En dat ik daar gedraaid heb, ik draaide gewoon heel veel nieuwe platen. En ook gewoon al mijn bekende platen. En iedereen kende ze gewoon. Dat was, ja. Hey, en heb je dan al bijvoorbeeld een doel voor komend jaar waar je dan in 2014 heel graag zou willen staan qua vette gigs? Het is aankomend weekend op een State of Trends was voor mij gewoon echt een droom. En dat gaat gewoon uitkomen. En voor de rest heb ik gewoon, dat is nog wel een project hoor. Maar ik wil heel graag gewoon op Ultra staan. Gewoon in Miami. Ja. Hey, en nou vertel je zelf net al, in Australië kent iedereen je tracks. In Nederland begint het nou ook steeds beter te gaan. Maar toch is het over het algemeen, of je jou spreekt of Armin of Everjack of wie dan ook. Het is eigenlijk altijd zo dat het in het buitenland harder gaat met Nederlandse DJ's dan in Nederland. Ervaar jij dat ook zo? Ja. Ik moet zeggen, het is net een beetje een andere. Het is anders, weet je wel. Het is daar gewoon dat. Ze zijn minder verwend. Minder, ja, dat is het woord gewoon, precies. Ja, en daardoor zijn ze gewoon nog, als je dan komt, dan zijn ze echt oprecht heel erg blij. Terwijl ze hier een beetje meer zoiets hebben van, we moeten maar zien wat die gaat doen, maar die zien jongen. Dan. Ja, het was, het is echt heel anders. En het is een hele beleving. En voor mij was het ook echt het is gewoon heel vet. Ja, echt. Hey, je hebt vandaag een nieuwe remix uit op Beatport voor Jerome Ismay. Ook, ja. Ja, die is, die is vandaag uitgekomen op op het label zelf van Jerome Ismay. En dat is een plaat samen met Max Sigma hebben ze gedaan, Refused. En die is vandaag binnengekomen op, wat is het? Ik geloof 29, dacht ik. Lekker! Ja. Hey, en wat komt er de komende weken nog meer allemaal uit? Qua release is het eventjes rustig. Ik heb wel echt heel veel tracks klaar. Ik heb zoveel dingen klaar liggen dat het gewoon even. Dat het even rustig aan moet. Het moet even rustig. Ja, want er moet wel gewoon per release moet er eventjes. Moet het eventjes gewoon alle aandacht op die release. Maar aankomende zaterdag op State of Trends ga ik echt. Is het gewoon bijna alleen mijn eigen plaat een uur lang. Nou, je gaat ons zo meteen even een previewtje geven. Gaan we ook allemaal ongereleased dingen horen in je setje? Dat mag ik helaas niet doen. Ah, kom op, één dingetje kan er toch wel even tussen. Één ding en dan starten wij er wel een mooie 538 jingle overheen.
Ja, toch? Vind ik een goede deal, hoor. Ja, ik vind het een goede deal, maar het is echt... Ik ben daar zo strikt. Ze zit echt op mijn vingers, weet je wel. Nou ja, als je maar gaat knallen. Maar ik heb gewoon alleen maar vette shit. Nu ook gewoon, weet je wel, die platen. Bulldozer, ga je horen, Night Talk, Refused. En Megatron, die zitten erin. Nou, ik stel voor dat je richting de DJ-boot loopt. Ja, goed. David Gravel is voor het allereerst bij ons in de studio. Ja, hij krijgt alle lof van Armin en alle grote DJ's over de hele wereld. Dus deze man wil je zeker eventjes goed naar luisteren en zijn naam onthouden. Want ga je nog heel veel van horen de komende tijd. Ladies and gentlemen, David Gravel!
station. Alle hits. 538. Met live David Gravel. Yeah.
ladies and gentlemen, David Gravel! Lekker setje, man. Dankjewel. Ik denk dat mensen jouw naam sowieso gaan onthouden na vanavond. Ik hoop het. En na dit weekend al helemaal. Want je staat dus op A State of Trance, aflevering 650. 650, ja. Zoals cool. Altijd pakt Armin groots uit. En jij mag in de talent room van 11 tot 12, hè? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Heel vet. Ja, echt. Dat wordt echt heel vet, ja. Nou, het komende jaar gaat sowieso een heel lekker jaar voor jou worden. Want net terug uit Australië. Wat zit er allemaal nog aan te komen? Ik neem aan dat je ook graag de US in wil. Ja, dat is ook nog een verhaal. Daar zijn we ook mee bezig. Visum met, zeker, of niet? Ja, hoe raad je het? Ja, maar het is bij iedereen hetzelfde gezeik natuurlijk, hè? Ja, precies. Maar er komen vette dingen aan. In maart ga ik naar China. Vet. Op de planning staat nog Italië, in Milaan, Cyprus. Kortom, heel cool. Jij komt het jaar wel door. Ja, er zitten echt leuke dingen aan te komen. En voor mij is echt Nederlandse boekingen nog niet... Dus, nee. Ja. Nou ja, we hopen dat we daar een beetje een boost aan hebben gegeven. Sowieso zullen we afspreken dat je gewoon rond of na de zomer weer bij ons terugkomt. Om ons even bij te praten hoe het dan gaat. Ja, dat zou ik heel graag willen. Nou, hebben we bij deze afgesproken. Check hem op Beatport. David Gravel. Alle tracks die staan online. En we wensen jou heel veel succes met je DJ-carrière. Zie je graag snel terug. Ja, super. Dankjewel. En bedankt. En één keer een heel groot studioapplaus voor David Gravel. Yeah. Tot de volgende keer, man. Dankjewel, tot de volgende keer.